Freddy Maartens en Roger de Vlaeminck hebben de strijd bij elkaar begraven. Jarenlang was er oneenigheid tussen de twee na een incident in de Ronde van Vlaanderen in 1977. Maartens, die toen werd uitgesloten, beweert dat hij de Vlaeminck naar de overwinning reed en daar eigenlijk nog geld voor moest. Met een plechtige oorkonde is het oude meningsverschil definitief opgelost. De grote verzoening tussen de oorlogvoerende partijen Roger de Vlaeminck en Freddy Maartens. Gelet op het feit dat beide partijen de pensioenleeftijd naderen. Overwegende dat zij de juiste omvang van het geschil en de afwikkeling ervan niet meer kennen. In acht nemende dat zij op het ogenblik van de feit nog jong en onervaren waren, hebben de heren besloten en besluiten op deze lentedag, 29 maart 2010, het buiten hun wil ontstaan geschil te begraven. Zoals de kroongetuigen, waarvan de ziel bij de heer is, Lomme Driessens en meneer Fabry, en de oorlog die zij via pers en andere media en op openbare plaatsen voeren, sinds het jaar 1977 te beëindigen. Zij verbinden zich ertoe buiten deze verklaring geen andere verklaring omtrent het geschil in kwestie meer af te leggen ten aanzien van de pers of andere media of in openbare gelegenheden of plaatsen. Als bezegeling van deze akte overhandigen Roger en Freddy elkaar 300 oude Belgische frank en beloven op hun woord van eer nooit meer op de zaak terug te komen. Getekend Roger de Vlaeminck, Freddy Maartens en de getuigen, kijk, hier zijn al die poeders. Al dus gedaan op 29 maart. Waarom dan niet? Ja, moet dat tekenen, met een echte pen. De vete duurde jaren, maar op initiatief van wielermecenas Noël de Meulenaren is dat nu voorgoed voorbij. Met de ondertekening van een oorkonde hebben Freddy Maartens en Roger de Vlaeminck plechtig beloofd om de zaak te laten rusten. Meen het, hè? We mogen niks meer horen van deze voorschotelier en de andere voorschotelier. Ik zou dat niet gaan doen. De strijdbijl is begraven. De strijdbijl begraven. Ja, dat is juist. De strijdbijl is begraven, hè? Ja, dat moet hij. Zicht, hè? Ik weet het, Joep, het is dat met dat zeggen. Je moet je in de rode twee wel niet. Ik heb er kijk van begonnen bij dat ging geld hebben, moet niet. Ja. Niet komen. Dat is slecht. Hij zegt, Freddy, ik pak hem aan je voet weer zijn. Hij zit er wel kwijt. Dat is mijn muntje, ik weet het niet. Ja, hoor.